Zelfvoorzienend in Hongarije, hia hia ho. Met een hond hond hier en een poes poes daar. Hier een kip, daar een kip, overal kip kip. Goedemorgen allemaal. Ik sta in mijn moestuintje. Ik dacht opeens, kom op. We gaan de voederbieten oogsten. Nou weet ik eigenlijk niet helemaal zeker of het nou voederbieten of suikerbieten zijn. Hoe dan ook, helemaal goed. Kijk, ze zijn al lekker groot. Gisteren heb ik nog blad ervan gegeten. Ze worden al aangefroten door muizen, ratten, weet ik veel wat allemaal. En dat moeten we niet hebben. Het blad is ook lekker. Dus het jonge, mooie, onbeschadigde blad, daar heb ik gisteren van geplukt. En dat heb ik lekker in een pannetje gegooid met wat kleine hele tomaatjes. Ik had zelfs uit de tuin gepikt. Ik had ze van mezelf gepikt. Ik dacht, ze zijn nog niet zo heel erg groot. Maar oh, wat is dat dan weer eens een keertje lekker om ergens prei in te hebben. Wij Nederlanders, wij zijn toch echt echte preieters. En terwijl ik hier sta te kletsen, zie ik hier nog een enorme sperzieboon hangen. Die heb ik gisteren over het hoofd gezien. Dus die mag nu mee. Ik ga jullie even in het statief zetten. Tadaa. Ook zo handig. En dan, ik had nou alleen mijn oude statief meegenomen. Dat ik denk, oh ja, ook lekker bij de hand. Maar die greep ik uit gewoonte. Terwijl die andere, die is veel stabieler. Steviger. Beter. Maar ja, goed. We doen het maar eventjes met deze. En dan, ik heb geen idee. Ik heb nog nooit een voederbiet uit de grond getrokken. Dus ik heb geen idee of dat ding echt vast zit. Of dat je dat zo plop eruit trekt. We gaan het beleven. Momentje. Nou, ik heb er dus al drie in een mandje liggen, in de krat liggen. De krat zit eigenlijk wel vol. Deze brak net af. En de camera plopte weer eens uit. Logisch. Ha. Als dat kratje vol zit met die... Staan er nog twee in de grond. Als ik die eruit heb, kan ik het kratje niet meer tillen. En zoveel is wel zeker. Hop. Voor de kipkips. Jongens. Ja. Kijk dan jongens, wat een daaijakker. Oh. Kijk, dat geeft weer wat ruimte. Dan kan ik hier nog eens even karton neer gaan leggen. Voordat de wind het echt toeslaat. Het is kleiner. En hier staan nog twee hele kleintjes. Maar dat is een auw, brandnetels. Dat is ook niet erg, want die gaan meteen naar de kippen. Zullen we eens even kijken wat ze ervan vinden. Oeh, ik laat het nog even hier staan. Kratje vol. En als je je afvraagt, wat ziet ze er deftig uit? Ik heb een BH aan. Ik heb een deftig blouseje aan. Tuniekje, hoe heet dat? En ik ga straks op de fiets naar Bea en Jelte. Die zitten een dorpje verderop. En daar ga ik even vragen hoe ik hun grasmaaimachine moet gebruiken. Kip, 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 kip. Kijk eens. Kijk eens jongens. Hoe, hoe. Oh, wat doe ik met dat stemmetje? Vreselijk. Kip, kip. Oh kijk, vanmorgen lag deze rat. Je denkt, wat een mager beestje. Ja, dat klopt. De kat had hem helemaal leeg gepeuterd. Alles lag ernaast. Iets van een meter darm en een andere narigheid. Dus die heb ik de tuin ingeschopt. Met het idee, nou ja, het was niet het idee om hem... Met een stuk karton wilde ik hem opscheppen.
dat lukte niet goed. En ik dacht nog van, ik denk als ik hem nou er nog goed op krijg, dan zwiep ik hem daar zo die tuin in. Daar woont toch niemand. Maar dat lukte niet, dus hij flopte eigenlijk zo hier de tuin in. En toen doken meteen de kippen erop af. En die begonnen de rest ervan op te vreten. Echt walgelijk. Nou, ik geloof dat ik een mesje moet pakken ervoor. Maar ze zoeken het maar uit, dat is voor later een zorg. Ik ga eerst op de fiets naar het volgende dorpje, naar Bea en Jelte. We zien wel wat de dag brengt, zo gaat het altijd. Eventjes tussendoor, vergeet je niet te abonneren. Duimpjes omhoog in YouTube en de groepen. Deel de link. Snuffel rond bij de andere filmpjes. En Google even op de andere economie en kijk eens even waar je terecht komt. Dus, ik ga fietsen en jullie tot straks.